Ik sta hier samen met Leonie voor het Maagdenhuis in Amsterdam. Leonie, vertel eens, wie ben jij en wat doe je hier en waarom ben je hier eigenlijk? Yes. Nou, ik ben Leonie. ik studeer filosofie en sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. En ik ben hier omdat wij met z'n allen strijden voor een democratische universiteit. Op dit moment is het zo dat het college van bestuur veel van de beslissingen maakt op een soort van eigen houtje, zonder inspraak van docenten en studenten. Terwijl wij vinden dat onderwijs het belangrijkste is en dat het vanuit dat opzicht inspraak moet zijn en niet vanuit management opzicht. Joris is betrokken bij de protesten hier in het Maagdenhuis. Wat leer je hier nou van als activist over het proces dat hier aan vooraf is gegaan en de bezetting, deze vorm van protest eigenlijk? Nou, wat we vooral geleerd hebben is dat anderhalf jaar geleden, toen eigenlijk deze beweging ontstond met deze generatie studenten, is dat mensen als ze geraakt zijn door iets wat in hun naaste omgeving gebeurt, dat ze daardoor redelijk snel gemobiliseerd worden. En toen dat eigenlijk allemaal bij elkaar kwam, dus al die mensen waren op lokaal op hun eigen omgeving gemobiliseerd, maar toen kwam dat op een gegeven moment bij elkaar en toen zagen ze van hé, eigenlijk lopen we allemaal tegen hetzelfde probleem aan. En toen werd de beweging veel breder, omdat iedereen eigenlijk in solidariteit met elkaar zoiets had van hé, wij hebben hetzelfde probleem, we moeten hier samen moeten we dit aanpakken om dit op te lossen. Er zijn petities geweest, mensen zijn bij de raad wezen spreken, er zijn debatten over georganiseerd. Er is voor alles gedaan en er is eigenlijk 0,0 geluisterd naar de studenten. En daarom is een bezetting een heel goed pressiemiddel, omdat je kan laten zien, kijk, wij willen het anders en als jullie niet luisteren, dan gaan we het bezetten. Dan moeten jullie wel naar ons luisteren. Op basis van jouw ervaringen hier, heb je dan een concrete tip, heel kort, aan activisten in andere landen? Het belangrijkste is denk ik dat je het lokaal houdt. Dat je naar de mensen toe gaat, met de mensen in gesprek gaat, vraagt van, hé, wat zijn de problemen, waar loop je tegenaan? En dat je de mensen daarop mobiliseert en uiteindelijk die groepen die je gemobiliseerd hebt bij elkaar brengt. En duidelijk maakt van, hé, dit probleem is hetzelfde probleem. Hier kunnen we samen tegen een opstand komen en in solidariteit kunnen we dit oplossen.